En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is vandaag is het woensdag en ja, er zijn een heleboel zieken bij ons op het werk. Er zijn een heleboel zieken, onder andere Sander, die is ook ziek. Sander, heel veel beterschap, maar het is weer een weekje wel hoor. Het is alweer... ja, bijna anderhalve week is het corona voor, corona na, corona, ik heb corona, jij hebt corona, die hebt corona, iedereen heeft corona. Nou, als het een lekker biertje is, dan vind ik het wel lekker, maar ja, corona jongens, het coronavirus, het wordt alleen maar erger en erger. En ja, ook vooral in Brabant is het heel erg. Dus ja, we wouden eigenlijk nog naar de Efteling gaan, maar ja. We stellen corona. We stellen het voorlopig maar even uit. Nou, ik begin ook al een beetje corona te krijgen. Iedereen heeft corona. Nee, even zonder dolle. We maken er wel een grap om. Ook in onze vriendengroep maken we er wel grap om. Maar ja, het is best wel ernstig, jongen. Corona. Ik wou nog naar de Efteling gaan, maar ja. Voorlopig maar even niet. Voorlopig eventjes Brabant maar even mijden. Want ja, het wordt steeds erger. En vooral in Brabant is het heel erg. Binnenkort gaan we wel weer een keer naar de Efteling. Maar ik wacht heel eventjes totdat het, dat het even weer wat safer is. Er zijn al een heleboel maatregelen zijn er al genomen. En... ja, geen eredivisie voetbal, geen eerste divisie voetbal, Jupiler League. Al het Jupiler League en eredivisie voetbal voor deze week of aankomend weekend is afgelast vanwege het coronavirus. En ja, de Efteling die hebben ook al maatregelen genomen. Grote groepen worden gemeden. Plopsaland is alle Plopsalanden. Dus Plopsaland, Coevorden, Hasselt, de Pannen. Die laten maar een beperkt aantal mensen per keer toe in het pretpark. Ja, heel de wereld staat in brand vanwege het coronavirus. Dus ja, het is voorlopig eventjes... even afwachten hoe het gaat aflopen. Er zijn een heleboel mensen. zijn er een heleboel die. Ziek zijn. Ik heb verder. Persoonlijk heb ik nog geen mensen. Die het coronavirus hebben. Maar. Wel een paar die. Preventief thuis zijn. Omdat er iemand. In een groepje was die wel besmet was met corona. En hun hadden toevallig net cursus. En moesten dus nu preventief moeten ze thuis blijven daarvoor. Ik wens jullie heel veel sterkte, heel veel beterschap. Ik hoop dat het snel oplost. En dat jullie weer snel weer aan het werk kunnen. Heel veel beterschap. Ja, het is voorlopig is het even... corona voor, corona na. Je kan het journaal of de radio kan je maar aanzetten. En het, in het nieuws hebben ze het er weer over. Dus wat was het nou ook weer? Oh ja, Toverland was het. Toverland in Zevenum. Daar doen ze... Ja, ik weet niet wat... Ja, voor mij heeft dat echt geen rol. Voor mij heb het geen hol nut gewoon, want voor mij heb het gewoon geen reet. Maar dat doen ze elk uur, doen ze alle stangen, beugels en de karretjes schoonmaken met desinfecterend spul in de achtbanen. Dus het is maar even kijken jongens, het is echt vervelend is het. Ik hoop dat het snel weer voorbij is en dat het gewone leven er weer is. Want ja, ook het voetballen, pretparken, evenementen. Evenementen worden ook, sommige evenementen worden gewoon
stopgezet, afgelast vanwege het coronavirus. Dus ik hoop dat alles weer snel weer bij het oude is. En ja, dat het gewone leven weer verder gaat. Want het is nu al, ik denk anderhalve week, twee weken is het al zover. Is het bezig en ja, het schiet gewoon niet op. Er wordt echt aangeraden om je geen handen meer te schudden. Aangenaam. En je moet je handen veel wassen met desinfecterend spul. Zeep, in ieder geval goed je handen wassen. Maar ja, ik weet nou niet of dat het echt dat het nou echt zin heeft. Want stel dat je nou het gemeentehuis binnenloopt of je loopt een andere instelling loop je binnen. Je moet daar wezen en je raakt deurklink aan, dan heb je al kans dat je besmet kan raken. Dus ja, of dat het nou echt helpt, ik vraag het me af. Maar ja, aan de andere kant is het ook zo dat ja, het ook wel weer een beetje erg overdreven wordt allemaal. Want er zijn genoeg ja, griepepidemieën en zo zijn er. En ja, dit is ook een griep ding is waar je ziek van kan worden. Maar ja, er zijn er zoveel zijn er in Nederland. En sommige worden helemaal niet besproken. En ja, die kunnen ook fataal zijn. Dan was er vandaag weer op de radio. Ja, er zijn ook wel een paar doden gevallen. Maar vandaag was er één op de radio. Die man die was heel oud, heel erg ziek. En ja, die is aan corona overleden. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, als diegene niet corona had gehad, dan had het misschien nog twee weken geduurd of zo. En dan had het ook afgelopen geweest. Dus ja, ik vind dat altijd een beetje van die twijfelgevalletjes. Dus ja, we gaan het wel gewoon zien. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte. Voorlopig, ja, ik hoest nog wel, maar ik hoest altijd. Want ik ben nogal een enorme roker, jullie weten het. Dus ja, ik hoest altijd wel. En voor de rest, ja, ik heb nog niet echt gekke dingen meegemaakt of zo. Dus tot nu toe gaat het goed. Ben ik niet ziek. Ben ik niet in quarantaine thuis. Maar ja, in ieder geval iedereen die thuis moet blijven, die het heeft of preventief thuis moet blijven uit voorzorg, wil ik in ieder geval heel veel beterschap wensen. En ik wil ook Sander beterschap wensen. Met Sander gaat het alweer iets beter, volgens mij, hoorde ik vandaag. Ik had vandaag nog even heb contact met hem gehad. Hij is ja, wel ziekies, maar ja, gewoon een beetje hoesten, gewoon een beetje verkouden, denk ik. Het hoeft niet, kijk, je kan verkouden raken en je kan ziek worden van het weer. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat je corona hebt, natuurlijk. Hè. Het is altijd natuurlijk wel een, ja, het hoeft niet gelijk corona te wezen. Want ja, er wordt ook wel heel erg bangerig gedaan in de media. De media blaast het ook wel, ja, wel aardig ontzettend op met elke keer weer dingen te melden en zo. Maar in ieder geval iedereen beterschap die ja, ziek thuis zit. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende vlog. Vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op It's All Tracks. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer. Ik hoop in goede gezondheid bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, bye bye. Hoi.